Nee, sorry. Nee? Nee, ik heb al een vriend. Oh, je hebt al een vriend. Pak af met die vriend dan! Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Mijn naam is Niels. En mijn naam is Martijn. En wij zijn momenteel keihard aan het battelen tegen andere YouTubers in het nieuwe spel Pirate Kings. Het is een heel simpel spel. Je moet aan een rad draaien. Daarmee kun je pirate coins bemachtigen. Daarmee kun je eilanden kopen. En je kan zelfs eilanden afpakken van je matties. Ja, wij moeten gewoon ongelooflijk hard winnen van al die andere YouTube-duo's die meedoen. Want de winnaar die krijgt $10.000 om weg te geven aan een goed doel. En bij ons is dat goede doel War Child. En aan de kijkers die het spel gaan downloaden via ons, je krijgt ook nog eens extra 100 spins in het spel. Ja, dus je helpt niet alleen jezelf, maar je kan ons ook helpen. Want als jij via de link het spel downloadt, krijgen wij ook weer extra munten. En daarmee kunnen we onze tegenstanders verslaan. Ja, en weet je wat trouwens wel vet is, Martijn? Nee. Nou, wij hebben gewoon onze eigen avatar in het spel. Back. Dus jij kan ook gewoon als de gierige gasten spelen in die game. Dat is wel dope. Weet je wat ook wel dope is, Niels? Nou. Wij kunnen vandaag 1000 extra spins bemachtigen. Want wij zijn namelijk uitgedaagd door Supergaan. Die hebben een nieuwsgierige challenge. Als wij die challenge halen, krijgen wij die spins. What's up, gierige gasten? Supergaan hier. En wij dagen jullie uit voor de challenge. De challenge is, jullie moeten 10 vrouwen veroveren. Of in ieder geval niet alleen de vrouwen, maar gewoon hun telefoonnummer. Oeh, hè? Of zijn jullie daar te gierig voor? Dus we moeten gewoon vrouwen aan de haak slaan. Snap je? Les 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme... Talking about my... Ik zoek de weg. De weg naar jouw hart. We hebben wel een prachtig eiland, dus we kunnen je wel een keer meenemen als je wil. Hoi, mag ik je nummer? Heb je een vriend? Nou, alles kan kapot, toch? Wij bevaren elke zee. De Middellandse Zee, de Rode Zee. Land in zicht! Twee goede kokosnoten daar. Okay. Dat nummertje zit er niet in, volgens mij, hè? Nee, oké. Weet jullie trouwens wel waar de meter is? Ja, die is gek. Kijk, ik heb een wapen. En ik heb een zwaard, ik mis alleen nog een blok aan mijn been. Wil jij die zijn? Sorry, ik moet naar de les. Oh. Wij waren samen op dat feest van de Black Pearl, toch? Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Dat is echt lang geleden. Ja, 06? 090987. Het is een 0900 nummer, maar ik vind dat hij telt. Wil je een keer op mijn eiland chillen? Wat? Ik heb verschillende eilanden. Ja. Oké. Okay. Ik verband mezelf, ik ben een piraat. Ik weet het, ik zie er gevaarlijk uit. Zeker. Maar voor jou zou ik altijd piraat staan. Okay. Wil je een keer wat met me drinken? Nee? Avonturen kun je natuurlijk op heel veel manieren doen. Dus ja. Laten wij gewoon samen even koffie drinken. Kunnen wij bespreken op welk avontuur we willen gaan. Hoeft niet vandaag. 5-5. 2-8. 2-8. Mag ik één kus? Super. And that's how it's done, Niels. Wacht nou, ik wil alleen je telefoonnummer. We komen net aan in Rotterdam. We wonen op een eiland. En jullie zitten met mij wat te drinken. 06? 68. Oké, okay, dan ga ik jullie bellen. Dankjewel. En dat waren er twee. Mag ik haar telefoonnummer? Ja, zij knikken allemaal ja. Kun je me helpen? Nou, ik probeer al de hele tijd te knipogen naar je, maar dat lukt niet. Maar ik zie wel dat je ontzettend knap bent. Maar wat is het precies? Dit is de telefoon. Oh, dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Nog nooit eerder gezien, nee. Maar dan heb je ook een soort van nummer of zo waar je op kan bellen. Ja. En ja. Wat is dat nummer dan, waar ik dan op moet bellen? Dat is een 06-nummer is dat. En hoe gaat die verder dan? 79. 55. Waarom pak jij alle lekkere? Ja, nee, snack erbij. Ik wil er. Ik wil er. Ik heb nog een hele mooie speciale fles rum thuis. Jou niet van rum? Nee. Oké, okay, ik heb ook gin tonic. 50. Oh, krijgt hij nou weer een telefoonnummer? Dit is nummer 6. Nou, zie jij een hele goede piraten? Geef ik het stokje aan jou. Succes. Ik ben voor het eerst weer een half jaar op vasteland en ik zoek een beetje contact met de mensen. Ik dacht, misschien vinden jullie het leuk om een keer te gaan varen. Gaan we een paar eilandjes af met de Caribische Zee, weet ik veel. Doe eens gek. Avontuur, toch? 06? Nee? Nee, ik heb al een vriend. Oh, je hebt al een vriend. Fuck op met die vriend dan! Godverdomme. Ik ga het nu ook gewoon dwingen. Je nummer of je leven. Je nummer of je leven? Leven dan maar. Ja. Mijn leven dan maar, zegt ze. Wil jij een keer een blok aan mijn been zijn tijdens nee, een drankje? Nee, nee. Please, please. Please.
Ik ga op mijn knieën voor je. 051? Hartelijk dank, schat. Ik app je. Yes! Ik heb een nummer. Ah, ik moest diep gaan hoor. Ik moest echt heel diep gaan. Ik ga eens heb gewoon weer een nummer. Ik ben mijn landkaart kwijt. Maar misschien kun jij me de coördinaten vertellen. 06. Hartelijk dank. Ik ga jou een appje sturen. Oké, dank je. Yes, tot snel. Doei. Boom! Gehaald. We hebben het gewoon gehaald. Althans, jij bijna in je eentje. Het lag echt niet aan mijn charme. Nee, Niels, niet doen. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je gewoon alle andere video's van Giegast ook kijken. Abonneren op het kanaal, want ze gaan altijd lachen. Ja, en download eventjes allemaal massaal het spel via de link hier in de beschrijving. Dan kun je ons helpen naar de overwinning. Want daarmee kunnen wij... Ja, $10.000 doneren aan, ja, War Child. Wij moeten winnen. Als je de andere video's en scores van alle andere YouTube-duo's ook even wil bekijken, dan moet je gaan naar piratekingsbattle.com. Ja, de winnaar wordt 20 december bekendgemaakt. Houd het even in de gaten. En voor Melanie en Gio Latoy, jullie opdracht luidt als volgt. Jullie moeten 7 items veroveren, verkleed als paruit, in een schoolcampus. Succes. Heel veel succes. Arrrr. 8, 6. Dit is hem, Niels. Helemaal goed.